Voorzitter, verantwoordelijkheid nemen, dat is de essentie van werken voor de publieke zaak. Een knap staaltje van verantwoordelijkheid nemen heeft de hele wereld tijdens de uitbraak van het coronavirus kunnen zien in de zorg. Hoe met risico op het eigen leven werd gebikkeld op intensive care units en verpleeghuizen. Hoe mensen zich vrijwillig aanmelden om te helpen tijdens de coronapiek. Niet alleen in Nederland, overal op de wereld werd het zorgpersoneel gewaardeerd voor de geleverde inspanningen. De helden en heldinnen van de samenleving werden zij terecht genoemd. Er werd voor ze geklapt. Er werden hier voorstellen gedaan om zorgpersoneel structureel beter te belonen. Helaas haalden ze het elke keer net niet. Verantwoordelijkheid ontlopen. Een aantal politici is er erg bedreven in. Abraham Lincoln zegt het mooist. Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken. Een knap staaltje van verantwoordelijkheid ontlopen heeft heel Nederland afgelopen week kunnen zien. Toen Kamerleden van de coalitie hollend het Kamergebouw verlieten. Om niet te hoeven stemmen over een voorstel om zorgpersoneel structureel beter te belonen. Want stel je eens voor, het voorstel zou het gehaald kunnen hebben en zorgmedewerkers zouden eindelijk kunnen krijgen wat ze al jaren wordt onthouden. Personeelstekorten in de zorg zouden zomaar eens overbodig kunnen worden, omdat werken in de zorg aantrekkelijker zou worden. En dit trio zou, voorzitter, zou eindelijk in deze barre tijden eens goed nieuws kunnen presenteren. In de tussentijd kijken de 1,4 miljoen mensen die werken in de zorg verwonderd naar deze Haagse taferelen. Zij weten dat in Frankrijk hun collega's 183 euro per maand erbij krijgen. Zij horen dat hun collega's in Duitsland die bonus, waar in Nederland nog een loket voor moet worden opgericht, al op hun rekening hebben staan. De een raakt lichtelijk geëmotioneerd, de ander reageert schouderophalend. In hun hart weten ze het eigenlijk allemaal. Op de coalitiepartijen hoeven ze niet te rekenen. Zij gaan morgen weer naar hun werk en doen waar ze goed in zijn. Zorgen voor mensen.